Per, hoe is het om weer in Amsterdam te zijn met Pieter? Erg leuk. Hey, je hebt een aantal grootheden uitgenodigd. Ja, Dirk May. Ja, die heeft op de Beatclub gedraaid. Dat was in 1991. En toen hadden we een feest, dat is wel een grappig verhaal trouwens. Die hadden we een feest gepland om op die datum te doen. Dus van dat hele dance event rond het Leidseplein. En dan met bussen naar een warehouse waar we dan de Beatclub zouden doen. Dus in de clubs rond het Leidseplein dan de reguliere programmering. Ja. En dan de Beatclub op een vage loods daarbuiten waar je dan met bussen naartoe kon. Maar zoals het in die tijd ging, dat was al wat later. Dus ja. Toen is het verboden door de politie en konden we niet doorgaan. Dus toen moesten we het feest uitstellen en toen zijn we 2 weken later hebben we het feest gegeven in een vage loods in Hoofddorp. En toen hebben we inderdaad daar, dat was een nieuw opgeleverde loods die we eigenlijk gekraakt hadden. Ja, zo ging dat nog. Ja. En daar stonden 2000 man geloof ik. Dirk May stond niet eens op de programmering toen. Maar die heeft toen wel een knallende set daar gedaan in die vage loods. Ja. Dus dat was wel heel mooi. Mis je dat? Die tijd? Ja. Ja, nee, echt missen doe ik het ook niet weer. Want ik vind het ook wel dat er een hele mooie, mooi verhaal in die hele scene is geweest natuurlijk. Dat ik door over de Kalverstraat liep en dat ik op een gegeven ogenblik ineens houseplaten uit winkels hoorde komen. Dat het in eerste instantie een beetje zoiets van, wat krijgen we nou? Ja. Dat wilde niemand toch, weet je? Want het was in het begin natuurlijk echt een afgemeten groep die gewoon... Dat je blij was dat je een flyer kreeg en dat er weer een feest was. Ja. En dat was tegen de wind in eigenlijk. Ja. Hoe kijk je tegen vroeger en nu aan? Tot een jaar of 2 terug vond ik het allemaal wel vrij sloom. Weet je, niet meer, wij waren in die tijd ook niet bezig om geld te verdienen. Of om, het kostte ook allemaal niks, die entree. En je hield er ook niet. Het was echt geen vetpot, maar dat was gewoon uit liefde voor de muziek en voor het gevoel. En dat heb ik op zich wel een tijdje gemist. Ik hoor van die feestjes weer in vage loodjes, vage verdiepingen, in krantengebouwen, het NDSM-terrein. Ja. Dat zijn een aantal organisaties die daarmee bezig zijn, die daar leuke feestjes geven en waar echt dat gevoel weer een beetje terugkomt. Ja. En dat denk ik echt dat een gezonde dansscene dat nodig heeft. Ja, en men gunt elkaar ook wat, hè? Ik bedoel, de verschillende organisaties zijn niet te beroerd om elkaar een hand uit te steken. En echt te kijken naar de data en wat van elkaar te lenen. En dat is denk ik ook wel een beetje wat daar toen speelde, toch? Ja. Ja, het is natuurlijk op een gegeven ogenblik echt heel commercieel geworden, het hele house gebeuren. En dat is, dat was funest voor een underground, om dan maar dat naampje te noemen. Ja. En dat is eigenlijk een beetje, dat vind ik het leuke. En daarom is het nu ook weer leuk om dan met zo'n oud concept als de Beatclub natuurlijk weer nu op de proppen te komen. Hoe voelt het nou om naar al die jaren weer terug te zijn? Ja, eigenlijk niks bijzonders, want voor mij is gewoon elke week komt er weer een week bij en ik ben nooit opgehouden. Dus het is gewoon de story going on, om maar zo te zeggen, sinds 1989 of zo. Ik, in Amsterdam ben ik zeg maar toch tussen aanleidingstekens groot geworden in de IT. Ja. En dat draaide ik op donderdag en op zondag in de IT. Ja. En dat was altijd van 11 tot 5 op donderdag en zondag. Alleen, weet je, de hele avond. Ja. Dus, mis je dat? Ja, af en toe wel, ja. Af en toe. Maar dat doe ik thuis, achter mijn eigen mengpaneeltje. Ja, ik heb het idee zeker dat na de lange tijd van, zeg maar een beetje laffe conceptjes en, hoe noem je dat, van die glossy nep dingetjes, dat het authentieke gevoel weer terugkomt. De echte feestjes waar mensen weer bij elkaar komen om bij elkaar te zijn en ook uit hun bol te gaan. Mag toch ook weer. Ik bedoel, we hebben tegenwoordig weer, natuurlijk een hele conservatieve stroming in de wereld en zeker ook in Nederland. Ja. Maar ik heb het idee dat nu de mensen zich daar weer een beetje los van gaan maken, tegen gaan afzetten en weer gewoon toch weer lekker gewoon zich goed willen voelen.